Hallo en welkom bij de unboxing van het spel Sinister Circus, uitgegeven door het Vlaamse Banan Games. Zou je spelen op een drietal kwartier en is van 4 tot 8 spelers. Het zou een iets moeilijker spel zijn, waardoor de aan te raden leeftijd 14 plus is. Eerst en vooral zien we op een papieren boekje de regels en de inhoud. Ik vermeld het papier omdat dat toch vrij uitzonderlijk is bij bordspellen. We zien hier een tweetal punchboards. Ongeveer 1 of misschien zelfs 2 mm dikte. Ze punchen zeer gemakkelijk. We zien hier een jutten, is het niet? Ik een gewoon stoffen zakje. We zien hier enkele, ik veronderstel dat dit spelersborden zijn. We hebben ze in 8 kleuren, aangezien dat je tot 8 spelers kan spelen, zullen deze wel spelersborden zijn. En hier aan de binnenkant staat ook nog uitleg. Eigenlijk is dit de Player Aid. Dan zien we hier nog kartonnen die we kunnen plooien. Ik weet niet wat de bedoeling hiervan is. Ah, deze zullen in elkaar geplooid moeten worden. Ik ken de spelregels nog niet, dus dat zal wel duidelijk worden. Later in een andere video, dan zien we nog een stapel, als ik niet mis ben, terret-sized kaarten en genoeg plaats om te sleeven. Leuke artwork. Heeft een beetje een sfeer van Nightmare Before Christmas en dergelijke. Even de achterzijdes bekijken. Achterzijdes zijn allemaal hetzelfde. Ziezo. Dan hebben we hier nog een zipbag, waarschijnlijk om deze punchboards, de tokens, in te stoppen. Ziezo, dit was onze unboxing van Sinister Circus.